Theorieën over soorten intelligentie. Wanneer zeggen we dat een persoon intelligent is? We moeten over die vraag nadenken omdat een intelligent persoon in veel gevallen een hoog IQ heeft. Of specifieke vaardigheden die als prestigieus worden beschouwd, over het algemeen gekoppeld aan wetenschappen. Anderzijds, is het iemand die veel geld verdient? Is die slim? Is het slim om intelligent te zijn? De evolutie is de term in het algemeen gebruikt, gekoppeld aan dit concept, maar het is niet genoeg om intelligentie zo te definiëren. In 1983 publiceerde een psycholoog genaamd Howard Gardner een nieuw intelligentiemodel gebaseerd op vaardigheden en competenties en hij noemde meerdere intelligenties die moesten voldoen aan 8 vereisten. Volgens deze theorie is intelligentie een biopsychologisch potentieel dat dient om informatie te verwerken. Informatie te creëren en problemen op te lossen. Het is ook afhankelijk van de context. Met de intelligenties kan de persoon informatie krijgen, onderhouden en manipuleren om nieuwe producten te creëren. Gardner stelt 8 meervoudige intelligenties voor, hoewel het er aanvankelijk 7 waren. In 1999 voegde hij de naturalistische intelligentie toe, hoewel er, net als bij een levende theorie, in de toekomst misschien nog andere zullen zijn. Humoristische of culinaire. In feite beweren sommige auteurs dat er zelfs existentiële intelligentie bestaat die gerelateerd is aan spiritualiteit. De muzikale intelligentie. Wat is dat? Het is het vermogen om de muzikale vormen te produceren, te onthouden, te identificeren en te transformeren. Het dient om melodieën en ritmes te voelen, te luisteren, te transformeren en muzikale vormen te uiten. Mensen met een hoge muzikale intelligentie hebben muziek en ritmes nodig om na te denken. Logisch-wiskundige intelligentie, wat is dat dan? Dat is het vermogen om vergelijkingen en patronen te ontwikkelen, om rekeningen te maken en om abstracte problemen op te lossen. Dat wil zeggen, het is het vermogen om logisch te redeneren. En niet om logische en wiskundige problemen op te lossen, te redeneren, te berekenen en te groeperen. Taalkundige intelligentie. Wat is dat? Taalkundige intelligentie is het vermogen om gedachten in woorden te formuleren en de taal effectief te gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk. Het dient om complexe betekenissen te begrijpen, te uiten en te waarderen, te onthouden, bloot te leggen en uit te leggen, te analyseren en gevoel voor humor en ironie te hebben. Naturalistische intelligentie. Dat is het vermogen om de elementen van de natuur en de omgeving te herkennen, te onderscheiden, te klassificeren, te waarderen en te gebruiken. Het dient om te zorgen voor een interactie met levende wezens, soorten te herkennen en te klassificeren, milieu-impact te evalueren, natuurlijke elementen of zoektoepassingen te onderscheiden van het element natuur. Darwin zou een heel duidelijk voorbeeld zijn van dit soort intelligentie. Ruimtelijke intelligentie, wat is dat? Ruimtelijke intelligentie is het vermogen om een beeld van de wereld te vormen en deze beelden geestelijk te manipuleren. Het dient om een visuele waarneming te hebben van wat ons omringt. Het vermogen om je te oriënteren, om in 3 dimensies te denken of om beelden en in je geest kaarten te maken. Die intelligentie zie je bij beeldhouwers, architecten, piloten, fotografen en schilders. Lichamelijke intelligentie. Wat is dat? Lichamelijke intelligentie is het vermogen om het lichaam te gebruiken om ideeën en gevoelens te uiten, activiteiten te ondernemen of problemen op te lossen. Het dient om objecten te produceren en te transformeren, activiteiten met het lichaam te doen, problemen met het lichaam op te lossen. Sporters, acteurs, ambachtslieden, chirurgen, monteurs, dansers en nog veel meer. Interpersoonlijke intelligentie.
Dit is het vermogen om anderen te begrijpen en effectief met hen te interageren door sociale relaties op te bouwen en te onderhouden. Het dient om anderen te begrijpen, te communiceren, in te leven, samen te werken, synergieën in de groep te creëren. Typerend voor acteurs, verkopers, leraren, dokters, religieuze leiders, politici. Ze hebben een hoge sociale competentie. Als laatste kijken we wat de intrapersoonlijke intelligentie is. Dat is het vermogen om jezelf te kennen en te begrijpen en die informatie effectief te gebruiken bij de regulering van iemands leven. Het dient om jezelf te kennen, je eigen emoties te begrijpen, iemands waarden en overtuigingen te erkennen, zelfdiscipline om doelen te stellen en te plannen. Profiel van fysiologen en therapeuten of mensen die een hoge kennis van zichzelf hebben om anderen te kunnen helpen.